Sam, je bent gaan de cirkelloop van Alsmeer. Ja, dan kom je over naar een club en dan sta je gewoon bovenaan draaien als tierenlier. Dat lijkt me wel fijn. Ja, dat is zeker heel prettig. Dat is waarvoor je overkomt als ik vanaf Hellas kom. Daarvoor heb ik de stap gemaakt richting Alsmeer om in de top mee te gaan spelen. En tot dusver gaat dat heel goed. Ja, want jullie staan bovenaan, maar één wedstrijd verloren. En als je kijkt naar die andere ploeg, dat die toch punten morst, zeg ik Alsmeer kampioenskandidaat nummer 1. Ja, als je kijkt naar de ranglijst wel. Alleen de belangrijke wedstrijden waar het echt om gaat draaien moeten nog gespeeld worden. En dan gaan andere dingen meespelen zoals spanning en druk. Maar het is wel de bedoeling, we gaan er wel voor. Dus dat staat wel op het verlanglijst dit jaar. Ja, en de nummer 2 is Volendam. En dat is een angstgekener van jullie. Of dat wil zeggen, Alsmeer is angstgekener voor Volendam, zo moet ik het zeggen. Ja, dat zegt men. Maar ja, als je landskampioen moet worden, moet je van iedereen winnen. Mensen zeggen dat Bevo onze angstgekener is, maar ik denk dat je iedereen moet pakken, wil je landskampioen worden, dus angstgekener of niet. Ja, hoe is het nou, cirkelloper? Want als ik je een tijdje volg, ik kan niet zeggen dat het te zacht toe gaat. Nee, ja, er wordt veel geduwd en getrokken en ik doe mijn best om ruimte te maken voor mezelf, voor mijn opbouwers en dat gaat best wel goed tot nu toe. Ja, want in zo'n wedstrijd als vandaag, ik zag het was heel wat argumentjes zo over en weer, weet ik wat. Hoe heb je deze beleefd? Ja, fysiek hard, mocht veel van de scheids aan beide kanten, dus ja, wel leuk. Af en toe raak ik zelf iets te geïrriteerd, al zeg ik het zelf. Maar ja, hoort er denk ik allemaal bij, anders moet ik maar op de bank gaan zitten als ik geen fysiek contact wil. Ja, maar het is volgens mij ook leren incasseren als cirkelloper, of niet? Ja, je wordt vaak worden er vieze overtredingen van achter, vanaf de zijkant. Je moet proberen zoveel mogelijk mezelf te beschermen. En waar het kan, zo hard mogelijk door te gaan en die bal erin te gooien. Verbaas je trouwens, want je bent als meer gekomen om op hoger niveau te spelen, dat je meteen nu al bovenaan staat, dat dit team zo is gegroeid? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht wel naar de kampioenspool en dan kijken hoe ver we eindigen. Maar zo ver, zo hoog komen, zo snel, dat had ik niet verwacht.